Hallo en welkom, stralende ziel. Wat fijn dat je erbij bent, wat fijn dat je kijkt. Mijn naam is Inge van Stralen en ik ben Pleiadisch lichtwerker. Ik help lichtwerkers die hun zielenmissie voelen om te communiceren met hogere dimensies, hogere frequenties. Zodat ze hun levensmissie kunnen gaan leven, neerzetten hier op aarde, kunnen gaan belichamen. En dat doe ik door middel van 1-op-1 sessies, workshops, meditaties en de opleiding Pleiadisch Lichtwerk. Als je geïnteresseerd bent in één van die onderdelen, neem dan ook vooral eens een kijkje op mijn website www.ingevanstralen.com. Maar eerst vandaag. Hartelijk gefeliciteerd, mama! Jawel, mijn moeder is vandaag jarig. En om dat te vieren, om haar extra in het zonnetje te zetten en alle moederlijke energie te vieren, te eren, die ik altijd van haar heb ontvangen en nog steeds heb mag ontvangen, wil ik graag met jullie een verbinding maken met Moeder Maria. Moeder Maria is een prachtig lichtwezen, een verheven meester zelfs, die meerdere keren op aarde is geïncarneerd. De bekendste incarnatie was als Moeder Maria, de moeder van degene die hier het Christusbewustzijn hier op aarde heeft verankerd. En dat is haar bekendste incarnatie. Haar hartchakra stond zo mooi, prachtig, wijd open. Dat ze er, dat ze een goede voedingsbodem, een goede basis kon vormen voor dat Christusbewustzijn wat hier moest verankeren op aarde. De poort naar het Christusbewustzijn die geopend moest worden. Voor de rest, nog één incarnatie die ik even wil noemen is in Lemurië. Ze was het eerste menselijke wezen hier in Lemurië wat verlichting bereikte. En haar naam op dat moment was Mara, geloof ik. Maar goed, maakt niet uit. Dus ze heeft een lange historie met deze planeet van hier de divine feminine, de goddelijke vrouwelijkheid hier neer te zetten, te komen brengen. En Moeder Maria die draagt vaak, of ze wordt ook zo zie je haar vaak ook in afbeeldingen, een prachtig blauwe mantel. En als ze die mantel om jou heen slaat eigenlijk, dan is dat een hartopener. En tegelijkertijd geeft het ook zoveel troost. Echt zo'n alsof je helemaal in een kokon van goddelijke liefde, goddelijke vrouwelijke liefde wordt omvat. Daar gaan we ons vandaag mee verbinden in deze video. Dus want op dit moment ook in de wereld, ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij in ieder geval, ik kan wel even wat troostende armen om me heen gebruiken met alles wat er aan de hand is. Dus, Moeder Maria, daar gaan we ons mee verbinden. Zorg dat je lekker zit, ligt, wat ook voor jou van toepassing is. Goed zo. En adem een keertje in en uit. Adem diep in. En uit. En nog een keertje adem diep in.
en uit. Voel hoe je lichaam ondersteund wordt door de stoel, door de bank, door het bed, wat het ook is. En adem. En op je uitademing laat je los. Laat je los wat niet meer bij je hoort. Spanning, donkerte. Zorgen, verdriet, wat het ook is. Angst. Door onze adem verbinden we ons met het hier en het nu. Met onszelf. Met het moment. Dus adem diep in. En uit. En nog één keer adem diep in. En uit. En grond jezelf op de manier die jij kent. En als je het even niet weet, kan je vanuit je voetchakra's, je voetzolen, je tenen, wortels laten schieten in de aarde. Of vanuit je stuitje, wortels de aarde in laten stromen. En zuig door die wortels aarde-energie naar binnen. Onze moeder aarde heeft ook die prachtige moeder-energie bij zich. Dus vul je op met aarde-energie. Dan roep ik de Pleiadische afgezanten van het licht aan en ik vraag hen bij ons te komen. En in een grote kring om ons heen te komen staan. En een cirkel te vormen van licht, van liefde en bescherming. Zodat we ons met elkaar in één grote energetische cirkel bevinden. Vol licht, vol liefde en bescherming. En ik roep de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijn Sterrentempel aan. En ik vraag hen om deze energetische cirkel te transformeren in een heilige Dolfijn Sterrentempelruimte. En ik vraag om de kristallijne pilaren rond deze ruimte te plaatsen. En ik vraag aan de Pleiadische, Syrische en Andromedaanse afgezanten van het licht om boven en beneden het aura van iedereen die meedoet met deze meditatie. Iedereen in deze cirkel en boven en beneden deze energetische ruimte te plaatsen. De interdimensionale lichtkegel, de evolutionaire lichtkegel, de intergalactische lichtkegel en de aarde lichtkegel. En ik vraag aan al deze prachtige lichtwezens om onze cirkel te vullen met hun licht, liefde, energie, bescherming en wijsheid. En neem een moment om al deze energieën te voelen en in te ademen in je hart.
En open je hart. Breng ontspanning in je hart, in je hartchakra. En ontvang het licht, de liefde en de wijsheid van alle prachtige wezens in onze lichtcirkel. En ik roep ons hoger zelf aan. En ik vraag ons hoger zelf om naast ons te komen staan, voor ons of achter ons. Onze persoonlijke gidsen van licht en liefde. Wees welkom. En we beginnen met ons hoger zelf te vragen om energie, liefdesenergie van zijn of haar hartchakra naar ons hartchakra te stromen. Ons hartchakra te vullen. Met licht en liefde. Vanuit ons hoger zelf. En laat die straal van licht en liefde je hart openen. Je hart verzachten. Laat alle oordelen los uit je hart. Geef ze aan je hoger zelf. Als cadeau. Het is het grootste cadeau wat je je hoger zelf kunt geven. Want jij laat het los, iets los wat jou tegenhoudt. Dat is het grootste geschenk wat je jouw hoger zelf kunt geven. Dus geef je oordelen en je angsten aan je hoger zelf. En dan roepen we nu Moeder Maria van licht en liefde aan. En ik vraag haar om voor ons te komen staan. Neem een moment om de energie van dit stralende wezen te voelen. Hallo te zeggen. Je met haar te verbinden.
vanuit haar handen, haar hart en haar voorhoofdchakra, het derde oog, komen stralen die bij jou naar binnen schijnen. En als je wil, kun je je handpalmen naar voren houden om haar energie te ontvangen. Of misschien vind je het fijn om je handen op je schoot te leggen met de handpalmen naar boven. En op die manier deze energie te ontvangen. En dan mag je nu aan haar vragen om wat je het meest nodig hebt op dit moment. Troost, moederenergie, vrouwelijke energie. En wees niet bang dat je jezelf beperkt. Je kunt deze meditatie zo vaak doen als je wil. Dan kun je altijd een andere kiezen. Troost, moederenergie, vrouwelijke energie. Vraag aan haar wat je nodig hebt. En ontvang het. Het kan zijn dat ze haar mantel om jou heen legt. Of naar bepaalde plekken in jouw lichaam haar energie stroomt. Misschien plaatst ze een symbool voor je als cadeau. Een symbool voor datgene wat jij hebt gekozen. Troost, moederliefde. Vrouwelijkheid. En als je een vraag hebt aan Moeder Maria van Licht en Liefde, kan je die aan haar stellen. En je zult het antwoord krijgen in de vorm van een symbool, een gedachte, een woord of hele zinnen, een gevoel, een weten, hoe het ook werkt voor jou.
En je rondt het langzaam af. En je bedankt Moeder Maria van Licht en Liefde voor haar licht en liefde. En wat het ook is wat ze aan jou heeft gegeven. Dankjewel. En ik bedank ook alle wezens van licht en liefde die hier aanwezig waren. De Pleiadische afgezanten van het licht, de Syrische afgezanten van het licht, de Andromedaanse afgezanten van het licht, de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijn Sterrentempel, ons hoger zelf, onze persoonlijke gidsen van licht en liefde. Dank jullie wel. En ik vraag om de cirkel waarin wij ons bevinden op te heffen. Los te maken, zodat we ons allemaal weer in onze eigen energetische ruimte bevinden. En ik vraag ook om de lichtstructuren boven en beneden ons allemaal weer weg te halen. En adem nog een keertje diep in. En weer uit. En laat het rustig integreren. En vergeet niet, je kunt deze meditatie zo vaak doen als je zelf wilt. En weer steeds de troost, moederliefde of vrouwelijkheid, divine feminine, ontvangen. Dat was het voor deze video. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Als je het een leuke video vond, geef een like. Je kunt je abonneren op mijn kanaal of op mijn nieuwsbrief via de website. Tot de volgende keer. Dag stralende ziel.